Nou mensen, bedankt. Jordi, Bad Boy, Noi, Wanarak, Tiger Games of Tiger Games en Mickey Beer voor het abonneren. Neem het niet persoonlijk als ik jullie niet heb opgeschreven, als je dat gezegd hebt, want ik kan niet mijn hele bord vol schrijven. Dit zijn de winnaars van de fashion show een paar video's geleden. En laten we nu beginnen met de video. Yo, wat up mensen, leuk te kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we kijken naar wat nieuwe dingen die in Brawl Stars, of eigenlijk niet eens in Brawl Stars, maar die zijn gekomen die te maken hebben met Brawl Stars. Het is hier te zien. Get the Brawl merch. En we gaan nu even naar die pagina. Oké, we zijn er weer. Dit is, ze zeggen de hero, new arrivals, who's next? Dus dit zijn, hier komen waarschijnlijk binnenkort weer nieuwe merch van. Ik vind het altijd leuk om te zien. Ik zal ze nooit kopen, maar ik vind het altijd leuk om die merch een beetje te bekijken. Je kunt ze krijgen op Amazon in de UK, zie ik hier. Maar volgens mij kun je ze ook gewoon in Nederland bestellen. Hier kun je bijvoorbeeld een Brawl Stars hologram stickers krijgen. Een mousepad, een drinkbus of een pen met Poco erop. Hier heb je, dit zijn alle mousepads. Ik vind het op zich wel leuk. Ik vind vooral die crow heel leuk. Ik ga ze denk ik nooit kopen, maar ik vind ze wel leuker uitzien. En hier heb je van die kussens, die zitten ook altijd in alle dozen. Trouwens, bij 10.000 likes koop ik een van die kussens, oké? Okay? Ik weet dat we het nooit gaan halen, maar wacht, als ik nu beloof bij 10.000 likes. Weet je, bij 5.000 abonnees. Als deze video dan ook 10.000 likes heeft, gaat nooit gebeuren. En als het over een maand niet lukt, dan ga ik het niet doen, oké? Okay? Dus ik ga jullie lekker dwingen om likes en abonnees te geven. Dus jullie hebben een maand. Hier heb je van die kladblokjes. Van Cold Poco. Ik vind ze er allemaal wel leuk uitzien. Vooral die crow geeft toe. Die crow is toch wel dope. Dat is toch wel de mooiste. Ik vind die El Brown ook leuk. Maar that's it. Hier heb je de hoodies. Die vind ik redelijk duur. Ik denk dat ze iets van 20 euro zijn. Terwijl je kan ze op Wish of Alibaba gewoon voor 2 euro kopen. Alleen de kwaliteit is dan een stuk minder. En dit is officieel Brawl Stars. Volgens mij, sinds al een tijdje hadden ze alles, alle merch weggedaan. Nu hebben ze het volgens mij nu in samenwerking met een bedrijf gedaan. Even kijken hoor, dit zijn de nieuwe dingen die komen. Oh, er zijn ook mondmaskers. Dat vind ik ook wel heel veel. Dit vind ik wel redelijk, oké. Okay. Het is op zich wel aangepast aan de tijd. Als ik één zou kiezen, dan zou ik een chrome mondmasker doen. Maar 15 euro delivery. Letterlijk, de verzendkosten zijn duurder dan... Oké, weet je, laten we daar nu niet over hebben. Laten we nu gewoon weer doorgaan naar Brawl Stars. Zo, we zijn weer aanbeland bij Brawl Stars. Ja, ik vind het gewoon leuk om af en toe. Ze hebben ook de release notes. Ik vind het altijd wel leuk om even te kijken. Ze hebben gewoon letterlijk alleen Sprout genurfd. Volgens mij. Ja. De healing hebben ze 1000 minder gemaakt. En de star power waar die explodeert... Hebben ze ook nog die ruimte wanneer die explodeert, hebben ze veel kleiner gemaakt. Even kijken in de club. Trouwens, dit is dus een heel leuke club. Als je wilt joinen, doe dat dan zeker. Want het is de meest gezellige club van de hele wereld. Echt waar. Dus join zeker. We gaan richting de top 200 van Nederland. Wat ik echt helemaal ziek vind. 250 staan we nu, of 247. Dus please mensen, join de club. Heetbare stars. Maar dat was eigenlijk over deze video. Ik wou het gewoon niet te lang doen. Ik wou het gewoon even hebben over de nieuwe merch. Leuk dat je keek naar deze video. Vergeet zeker geen like achter te laten en te abonneren. En ik check jullie later.